Anne-Britt hier. Welkom bij mijn tweede vlog. Nou is het plan iets anders verloopt, want naast de zondagtraining ben ik nu ook gaan trainen op woensdagavond. Dat is de gevorderde groep. Daar trainen dus de oudere kinderen. Ik mag meetrainen met nog een paar jongens uit mijn zondaggroep. De training is iets meer gericht op wedstrijdzijde. En ik heb inmiddels 2 avonden meegezeld. In deze vlog vertel ik meer over de trainingen en mijn allereerste 2 starts, waarbij ik wel op tijd was, maar door de harde wind ik het nog wel moeilijk vond. Op woensdagavond heb ik in plaats van Betty, Thomas en Tom. Tim. Ja, Tim. We hebben ook nog een wedstrijdje gezeild. En we hebben een vierkant baantje gedaan. En we gingen steeds kruislinks varen. Elke keer als Tim of Tom floot, moesten we overstag. En 1 man deed precies het tegenovergestelde, want die ging de andere kant op. En daar moesten we steeds achterlangs. Nou heb ik een nieuw horloge, dat is deze. En die staat op 3 minuten. Die kan ik ook veranderen. En die piept ook, en de andere piept niet. En dat is wat makkelijker. Van Tim heb ik geleerd hoe ik goed de schoot vast kan houden. En ik heb ook geleerd dat je als je voor de wind gaat zeilen, dat je bij harde wind eerst moet hoosten voordat je voor de wind gaat zeilen. Want als je voor de wind gaat zeilen met een hele volle boot en je gaat duiken, dan sla je om. Dat is niet de bedoeling. We'll be right back.
In mijn volgende vlog ga ik verder met de zondagtraining. En vertel ik hopelijk wat meer over de groep in een starteiland. Als je dit nou leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. Tot de volgende keer!